Richard Strikker, ons eerste interview van het nieuwe seizoen en u als hoofdcoach. Het was de eerste training vandaag. Vond u goed wat u heeft gezien vandaag? Nou, die jongens zijn goed begonnen. De groep is natuurlijk nog niet zo groot. We misten Maël Le Pichet, die was nog een dagje vrij omdat hij van Interland terug is gekomen. De groep kan natuurlijk wat groter worden nog hè, in de loop van de voorbereiding. Daar zijn we druk mee bezig. En we hebben natuurlijk drie jongens van de belofte nu erbij. Nou, daar ben ik ook blij mee. Dat zijn jongens die met talent zitten en dat we hopen dat die misschien kunnen aansluiten. Ja, die jongens van de belofte die hebben jullie vorig jaar al wel aan het werk kunnen zien. Dus een gerichte keuze om hen erbij te halen. Ja, vorig jaar werd natuurlijk al gezegd dat het talenten waren van de club. En toen hebben ze mogen ruiken eraan. En vooral Karim heeft nog een keertje extra mogen meetrainen in het seizoen. Alleen die jongens hebben vorig jaar niet kunnen laten zien eigenlijk wat ze zelf wilden. Ze waren denk ik toch wel nerveus. Ik heb ze nu ook aangegeven, ga gewoon lekker trainen, doe je ding. En fouten maken mag, interesseert me helemaal niks. En laat zien dat je graag erbij wil horen. En, dus die jongens gaan nu een stukje onbevangen meetrainen. Ja, we hebben ook al twee versterkingen bij de groep. Stallone Limbombe en Gert-Jan Martens. Vooral enkel die laatste heeft meegetraind vandaag. Ook een gerichte aankoop. Ja, zeker. En ik ben er ook super blij mee. Want het is een speler die zeer belangrijk kan zijn voor ons in de ploeg. Hij kan ook op meerdere posities spelen. Je kan in de as voetbal achterin. Hij kan zelfs linksback spelen. Maar kan controleren op middenveld spelen. Is ook een speler die lengte heeft. En die vrij rustig is aan de bal. Maar ook aanvallend voor ons. Wat kan betekenen bij vrije trappen, cornerballen voor. Dus ik ben heel blij met hem. Ja, opvallend misschien, sommige mensen die aanwezig waren op de training vandaag zagen Jonas Droek de potjes uitzetten bij het begin van de training. Hoe ziet dat juist? Nou, Jonas allereerst zit op een trainerscursus en die wil trainer worden later. Nou, we hebben in de voorbereiding al gesproken met hem van zou je af en toe niet eens wat meer willen assisteren en helpen om te kijken van of het wat is hè, bij een eerste elftal. Nou oké, okay, ja, daar moet ik even over nadenken. Toen hebben we uitgelegd van, oké, maar je blijft wel speler. En, alleen, ja, je wordt wat ouder en misschien is het een goede keus juist om nou af en toe al op het veld te staan met ons. En te voelen hoe dat is, zodat je toekomst alweer veilig kan stellen hierna. Nou, uiteindelijk heeft hij erover nagedacht. Hij heeft gezegd van, nou ja, zou ik wel willen. En hij traint nu, mee, maar traint ook met de groep mee. Ik weet niet of dat heb je kunnen zien. Maar ja, ook af en toe als ik hem nodig heb als trainer voor iets, om ook in zijn trainingscursus zeg maar, een beetje te helpen, omdat hij bepaalde dingen mag doen, is het alleen maar goed voor hem. Dus maar in principe, hij is gewoon een speler en ik kan hem gebruiken wanneer ik wil. Ja, ook opvallend tegenover vorig seizoen, jouw eerste training hier was toen ging vergezeld van Bengaals vuur en een 400-tal mensen langs de zijlijn. Dat was heel wat minder vandaag, maar misschien ook niet slecht dat de druk zo van de ketel blijft een beetje. Nou ja, vorig jaar kwam natuurlijk, moet wel eerlijk zijn, een grote naam binnen. Jimmy Floyd Hasselbaink werd de trainer en dat sprak iedereen aan van hey, dit, nu gaat er wat gebeuren. Ja, misschien heeft dat tegen ons gewerkt, dat weet je nooit. Hè. Achteraf kun je zeggen van oké, misschien was de druk te hoog omdat er te veel verwacht werd. En uiteindelijk is het ons niet gelukt. Nou, dit jaar beginnen we dan met minder druk. Ja, wat is minder druk? De supporters blijven toch verlangen wat ze altijd verlangen. Ze willen dat we winnen. Nou ja, oké, dat willen wij ook. En oké, dat zo is, is zo. We zullen zien hoe het gaat lopen hè, de rest van het seizoen. Nou, wat verwacht u van het komende seizoen sportief? Ik heb één ding voorgenomen. Ik weet wat ik ervoor doe als trainer. Ik weet wat mijn staf ervoor gaat doen. Nou, dat is alles wat we in ons hebben. En als ik dat kan overbrengen naar mijn spelers en dat die ook alles geven, hè, elke dag 100% op de trainingen en bij de wedstrijden en ze kunnen de discipline spelen zoals ik wil, ja, dan kunnen we denk ik leuke dingen gaan doen. Maar je weet, voetbal is onvoorspelbaar, dus er kan van alles gebeuren onderweg. Laten we hopen dat alles positief valt naar onze kant. Dat onze supporters achter ons blijven staan. Want dat is echt belangrijk voor onze spelers. We hebben toch wel een vrij jonge groep. En die hebben dat nodig. Dus nogmaals, we gaan er alles aan doen. We gaan het publiek in ieder geval niet teleurstellen in onze inzet. Laatste vraag. In de voorbereiding van dit seizoen ook weer een Engelse trip naar Luton Town FC. Dit seizoen iets waar u ook naar uitkijkt? Ja, dat is mooi. Geweldig. Ik bedoel, de entourage en de sfeer in zo'n buitenlands avontuur. Zeker Engeland, hè, waar de voetbal toch ongelooflijk gepassioneerd beleefd wordt. Ja, dat is mooi. En de supporters, ja, die hebben daarom geschreeuwd eigenlijk. Hè. Dat is echt iets van hun. En elk jaar willen ze weer daar naartoe. En dat kan je eigenlijk ook niet afnemen. Dus die traditie moeten we voorthouden.